Volgens Ford moet de helft van het aantal auto's dat het aan het eind van het jaar verkocht heeft het Econetic-label dragen. Eind volgend jaar moet dat 2/3 zijn. Een motor die voor een belangrijk deel moet bijdragen aan de groei van de vloot economische Fords is de 1-liter driecilindermotor in deze Focus achter mij. Ford lanceert niet alleen zijn driecilinder in de Focus, maar ook een uitklapbare stootstrip. Simpel, maar evengoed briljant dat een autofabrikant daar nu pas mee komt. Dit kan het definitieve einde betekenen van die foeilelijke stootstrips op de zijkant van je auto. Deze 1-liter motor is er in twee varianten, 100 en 125 pk. Het doel van deze motoren is uiteraard het terugdringen van het verbruik en uitstoot van schadelijke stoffen. Ze zijn voorzien van directe injectie en turbo. De 125 pk variant stoot 114 gram CO2 per kilometer uit en de 100 pk versie 109. Wie in de Focus kiest voor de 100 pk versie van deze driecilindermotor en hem voor 1 juli registreert, komt in aanmerking voor 14% bijtelling. Bovendien is die 100 pk versie BPM en vooralsnog wegenbelastingvrij. En dat is iets wat in het C-segment om benzine tot nu toe alleen hybrides lukt. Ford heeft gekozen voor een 3-cilinder vanwege het rendement. Zou je namelijk van deze 1 liter een 4-cilinder bouwen, dan zou de inhoud per cilinder te klein worden. Vandaar. Een 3-cilinder loopt van nature natuurlijk veel minder mooi dan een 4-cilinder. Toch voel je bijna geen vibraties. Je moet heel goed opletten om iets te voelen trillen in deze auto. Eigenlijk voel je hem alleen direct na het starten, als bijvoorbeeld het start-stopsysteem in werking is getreden bij een verkeerslicht. En horen doe je hem trouwens ook vrijwel niet. Alleen als je fors gas geeft, ja, dan hoor je de bekende 3-pitter roffel. Maar die klinkt wel heel ver weg. En op kruissnelheid heb je geen idee of het een 3- of een 4-cilinder is. Zo stil wordt het dan. Dus bekocht voel je je niet met een klein 3-pittertje. En ook niet wat betreft de trekkracht. We rijden nu met de 125 pk versie en die is eigenlijk voldoende voor de Focus. De 100 pk versie, ja, ik weet niet of dat genoeg is. Dat moeten we maar zien zodra de auto in Nederland leverbaar is. Ford gaat op een zuinigheidskruistocht. En dat doet het mede met de 3-cilinder 1 liter in deze Focus. De eerste rijindrukken van de 125 pk variant zijn positief. Hij heeft voldoende trekkracht voor een Focus, hij is stil genoeg en als je hem hoort klinkt hij niet goedkoop, maar juist heel vermakelijk. Dat deze krachtbron zo aangenaam verrast is heel mooi, want deze motor is heel belangrijk voor Ford en we gaan er nog veel meer van horen. Hij komt namelijk niet alleen in de Focus, maar ook in de C-Max en de nog te introduceren B-Max.